een manifest voor een eigenlijk betere ouderenzorg, hè? Nou, om nog veel betere ouderenzorg dan we nu al hebben. Want de samenleving verandert, er komen meer ouderen met andere wensen, die ook anders kijken naar hoe ze hun leven willen inrichten dan vroeger. Dus dat betekent dat het voortdurend in verandering is en moet zijn. Waarom bent u zo blij met dit manifest? Ik denk dat het manifest aangeeft dat het niet alleen gaat om de zorg, maar ook om wonen, welzijn, inkomen, pensioen. En dat we meer samenhang moeten kijken van wat wij kunnen betekenen in onze samenleving wanneer we een samenleving krijgen waarin meer ouderen zijn. Echt, pas een beetje op met weer nieuwe structuren en nieuwe personen. Waar het om gaat is dat we meer samenhang brengen tussen een aantal beleidsterreinen. Mantelzorg, verlof, hoe zit het met welzijn, hoe zit het met wonen. Dan moeten we met collega's samenwerken en of dat nou met een coördinerend bewindsman of vrouw is of dat we dat gewoon gaan doen. Ik ben een beetje een voorstander van het laatste. U ondertekent het eigenlijk het manifest of onderschrijft het, maar uw partij niet. Nou, het is aan mij aangeboden en ik vond dus het heel mooi om dit manifest zo in ontvangst te nemen, omdat het juist een rol doet om breder te kijken dan alleen de zorg. Er staan heel veel maatschappelijke organisaties onder en als u het verkiezingsprogramma van mijn partij leest, dan weet u dat ze de ouderen een heel warm hart dragen. Ik denk dat iedereen een goed ouderenbeleid wil. Je ziet in alle verkiezingsprogramma's dat extra aandacht komt voor het ouderenbeleid. En dat zal voor iedere partij gelden en zeker ook voor de Partij van de Arbeid.